Goedemorgen allemaal. Vandaag wou ik met jullie een viking gaan tekenen. Ja, we hebben in het verleden al een keer een piraat getekend, maar een viking hebben we nog nooit getekend. Het leek mij leuk om eens een keer een viking te tekenen. Tekenen jullie weer mee? Ja, een viking. Hoe tekenen we nou een viking? We beginnen eens even met de neus. Zo, een wenkbrauw. Het wordt een beetje eland, heb ik gelijk het idee nu. Nou, een oog. Hoppla. Nog een oog. En ja, een flinke snor. En zo. De gebit. En dan moet er nog een baard aan. Ja, en die baard die moet natuurlijk ook van die vlechtjes hebben. Ja, dat is een echte viking. Dus laten we er wat vlechtjes in aanbrengen. En zo, dat is één. Nog eentje toepassen. Zo. Nog wat vlechtjes in die baard. Een wal onder zijn ogen. Zo. Een helm opgeven. Vikingen hebben altijd een helm op. Oren. Zo. Punt op die helm en dan een horen erop natuurlijk. Zo. Die komt ook. Eens even kijken, wat hebben we nog meer nodig bij die viking? Ja, het, die baard nog wat verder zo. Pakken baarden. Dat haar van de viking. Hier ook nog even een vlekje zo. Een beetje bonte mantel heeft hij aan. Spieren arm. Elleboogje erop, een armband. De hand. We geven hem in zijn hand, kunnen we misschien hem iets van een bijl geven. Vikingen hebben altijd een bijl of zo. Je kan hem ook een groot zwaard geven natuurlijk. Maar een bijl vind ik wat beter passen bij een viking. Zo. Een bijl. Een reflectie op die bijl zo. Even kijken, zo'n soort kleding. Beetje wat van die naadjes zo, dat het gekleurde stof in lap aan elkaar genaaid. En een gordel om, een riem. Zo. Een paar boots eronder, of laars, of ja, van die in lappen ingepakte voeten. Zo. Zo, en dan moeten we natuurlijk zijn andere arm ook nog even tekenen. Eerst zo'n mantel.
soort wollen keef die hij om heeft. De binnenkant even donker maken zo. Om wat meer contrast. Zo. En dan moeten we de andere arm nog even doen. En laten we die naar voren wijzen. Ook weer een armband. Nou, een viking die ten strijde trekt. Ik zou zeggen, probeer zelf ook eens een viking te tekenen. Ga eens kijken op internet. Er staan er heel veel vikingen, kan je daar vinden. En dan, dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Zo, nou, ik vind het een gevaarlijke viking. Zo, ik zou hem niet graag tegenkomen, zeker niet in donker. Zo. Tot morgen in de volgende video.